allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Welkom. Vandaag ga ik alle spulletjes laten zien die ik met Black Friday gekocht heb. Het zijn best veel spullen die ik gekocht heb. Ik ga niet een te lange intro houden. Ik ga gewoon gelijk beginnen. Ik heb spulletjes gehaald voor mezelf, maar ook voor Genoa. Dus daarom ga ik als allereerste spullen laten zien die ik voor mezelf gekocht heb. En vinden jullie het ook leuk om te zien wat ik voor mijn zoontje heb gehaald? Dan komt dat stukje erachteraan. Als je het niet leuk vindt om te zien wat ik van mijn zoontje heb gehaald, dan kan je dat stuk gewoon overslaan. Dus laat me maar gewoon gelijk beginnen. Ik begin wel eerst bij de Zara. Die mag natuurlijk niet ontbreken bij mijn shoplogs. Daar heb ik deze super leuke blouse gehaald. Ik vind deze echt super mooi. En ik heb hem gekocht in maatje M, zodat hij lekker oversized is. Vervolgens ben ik ook naar de CNA toe geweest. Daar was het eigenlijk de bedoeling dat ik dingen alleen voor Genoa zou halen. Maar toevallig liep ik langs de kassa en kwam ik dit heerlijke witte badjas tegen. Ja, deze is dan niet voor in bad. Dit is gewoon zo'n kamerjas. Van dat vliesstof, echt heerlijk. Ik ben hier echt mega blij mee. Want ik had al een witte badjas. Maar die was echt heel vies geworden door mijn make-up. Dus ik was zwaar toe aan een nieuwe. Toevallig zei Cyrano, kijk, een witte badjas. Heb je die niet nodig? Toen dacht ik, yes! En toen zag ik een heel groot bord met alle badjassen voor €9,90. Dus hier ben ik ook echt super, 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 super blij mee. Oh ja, en ook weer zoiets. Ik had gedacht dat ik als enige vrouw waarschijnlijk in de wereld weer in mijn maatje 36 broeken zou passen. Helaas, pindakaas. Ik pas helaas geen 36 meer. Ik had al die broeken naar boven gebracht en ik dacht echt, yes, nu ga ik deze broek weer aankunnen. Die broek kwam niet verder dan hier. Het was echt heel erg sneu. Dus heb ik maar even een paar broeken ingeslagen. Want H&M had 20% korting op de gehele collectie. En ook online. Dus ik heb wat broeken ingeslagen. Namelijk deze. En ik vind de wassing van deze broek echt heel erg mooi. Zo heet de broek trouwens. Super stretch. Hieraan kunnen jullie hem herkennen. Mochten jullie hem ook willen, kan je hier gewoon een foto van maken en langs gaan in de winkel. Gewoon in een simpele zwarte kleur gehaald. En dan denk ik dat dit wel echt mijn lievelingsbroek is. En dat is dan, dit is een high-waist jegging. Normaal gesproken hou ik niet van jeggings. Omdat het zeg maar zakken heeft. Maar je kan er niet in. Dat ik weet niet. Dat vind ik normaal gesproken echt niet chill. Maar iets in me zei, pas deze broek gewoon. En oh, ik ben helemaal verliefd op deze broek. Hij zit zo mooi. Dit is echt de perfecte fake leather look broek. Oh, deze is echt te duur voor. Geweldig. Ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. En heb ik gisteren een pakket binnengekregen. Dus die ga ik ook even gauw openmaken. Oh, deze kleur ziet er zo mooi uit. Oh my god, dit is echt zo'n... Ik dacht dat het beige was. Maar dit is echt weer zo'n zachte babyroze, poederroosachtige kleur. Look, deze gebreide sweater. Oh, en hier zit glitter in. Ik dacht dat hij geen glitter in zag. Nou ja, dat is wel leuk. Nou, ook heb ik deze gehaald. Hier zit dan een lichte glitter in, zoals jullie kunnen zien. Nou, ik vind het best wel leuk eigenlijk.
Ik dacht dat die gewoon zwart was, maar er zit dus wel een glittertje in. Oh ja. Oh my god, ik hoop echt dat dit me past. Vervolgens heb ik deze jurk gehaald. Het is best wel een lange jurk. En ik vond die witte details zo schattig. Ik hoop echt dat deze me past, want ik vind deze echt helemaal het einde. Ik vind deze echt mooi. En last but not least, dit is echt zo'n typisch Kimberly jurkje. Ik hoop dat hij mooi zit. Oeh, hij voelt wel heel fijn aan. Deze zwarte jurk met glitters. Nou, dat waren de items van de H&M. Nu gaan we gauw verder naar Stradivarius. Deze leuke sweater gehaald. En ik vond de mouwen ook heel leuk. Het is gewoon heel simpel. Hij is echt heel erg warm. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Vervolgens heb ik ook deze rok gehaald, waar ik ook heel blij mee ben. Echt zo'n, ja, zo'n slangenprintje. Deze bruine zie ik nog niet heel veel, dus dacht ik, hé, dit is wel een leuke. En even kijken. Vervolgens liep ik ook weer langs de kassa en zag ik weer een heel erg leuk item. Namelijk dit marble schrift. Waarop staat, I'm gonna live my life, my monthly planner. En ik ga even een lege laten zien. Zo ziet het er dus uit van binnen. Hier staan gewoon de weken op, de datum. Remembers en special dates. Maar Cyrano en ik houden sinds 2 weken. Dit wordt dan week nummer 2. Een soort van food diary bij. Vandaag is het maandag. Gisteren hebben wij opgeschreven wat wij deze week willen eten. En gisteren hebben we dan ook gelijk alle boodschappen voor die week gedaan. Wat overigens heel erg chill is. Want zo haal je gewoon in 1 week alle boodschappen. In plaats van elke keer naar de Albert Heijn toe te gaan voor bijvoorbeeld groente en vlees. Maar dan ga je geheid ook andere dingen kopen. Dus nu koop je gewoon gericht boodschappen. Het is beter voor de centjes en je hoeft maar 1 keer in de week boodschappen te halen. Dus dat is echt heel handig. Dus dat waren alle items die ik voor mezelf gescoord heb. Nu gaan we over naar de spulletjes van Genoa. Ja, voor Genoa zijn we naar de CNA toe gegaan. Daar hebben wij deze leuke Nijntje gehaald. Sorry. Ze hadden wel wat dingetjes in de sale, maar heel veel dingetjes waren niet in de sale. Deze was niet in de sale. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Het is gewoon zo'n leuk Nijntje sweater. En dan heeft het van de achterkant van die leuke knoopjes. En deze was 13 euro. Vervolgens hebben we ook deze gehaald. Dit is gewoon een hele simpele trui. Dit is gewoon zo'n simpele trui die hij gewoon voor thuis kan dragen. En hier staat op CB's. Vond ik wel heel leuk. En deze was maar 2 euro. En deze was ook 2 euro. En hier staat Hello Handsome. En dan staat er zo'n wasbeertje op. Ook zo'n simpele, gewoon zo'n simpel truitje die jij gewoon aan zou kunnen doen. Vervolgens zijn we ook langs de H&M geweest. En heb ik deze leuke trui weer gehaald. Ik ben hier zo blij mee. In maat 68. En ik weet niet of jullie de Baby Room Tour gezien hebben. Daar liet ik mijn favoriete de sweater zien. Nu kwam ik exact dezelfde print tegen. En dan gewoon in een trui, niet in een sweater. En dan in maat 68. Dus ik ben hier zo blij mee. Ik vind deze zo leuk.
Ik vind gewoon als baby moet je gewoon kleurtjes dragen. Dat is gewoon het schattigste ooit. Dus deze heb ik gehaald. En daarbij zat ook deze. Het was gewoon een two-pack. En deze set was €7,99. Kijk wat ik nog meer heb. Toen zijn we ook langs Ralph Lauren geweest. Ze hadden echt hele goede sale. Ik heb gewoon zo'n simpel t-shirt gehaald. En deze was maar €10. Besef dat dit gewoon goedkoper is dan die CNA trui die we gehaald hebben. Gewoon een heel simpel blauw t-shirt. Voor een tientje. Dat is echt niks. Ze hadden er helaas niet veel. Want we wouden echt een paar van inslaan. Maar ze hadden helaas maar één maat, één kleur. Dus dat was echt super jammer. Vervolgens hebben we ook deze trui gehaald. En deze was van €45 naar €25. Dus dat vond ik ook wel een goede deal. Deze geweldige gestreepte trui. Oh my god. Ik ben zo verliefd op deze trui. Super leuk. En deze hebben we dan ook gekocht voor als hij 6 maanden is. Toen ben ik ook langs de Primark geweest. Gewoon omdat iedereen altijd zegt van ze hebben zulke leuke kinderkleertjes bij de Primark. Dus ik dacht van laat ik eventjes zelf naar binnen lopen en kijken of ze leuke dingen hebben. En de mensen hadden echt gelijk die dat tegen mij zeiden. Ze hadden echt super leuke dingen. Ik keek gewoon zo. Oké. Super leuke dingen heb ik gevonden. Deze heb ik ook al in de babyroom toe laten zien. Maar ik laat hem even nog een keer zien. Namelijk deze bomberjack met een bondje hier zo. Zo stoer. Ik ben er echt mega blij mee. En deze was maar €14. En ik dacht van, nou ja, dan moet ik hier ook wel een leuke broek voor kopen. Dus dat heb ik dan maar ook gelijk gedaan. Want als je een stoere bomberjack hebt, moet daar ook een stoere broek onder. Dus ik heb gelukkig een stoere broek gevonden. Namelijk deze broek. Deze skinny. Nou, ik vind dit gewoon echt heel mooi. De kwaliteit voelt echt top aan. Er zit ook een goede stretch in. Dus dit is helemaal top. Kijk, zo leuk. Hoe cool. Eerlijk, dit is gewoon leuk. En deze broek was maar €9. Even kijken, wat heb ik nog meer? Nu heb ik ook nog een leuke blouse gehaald. Ook van het Rip stof. Precies hetzelfde idee als deze van mij. Maar dan is deze voor hem super schattig. En deze was maar €6. En last but not least. Oh, ik vind deze zo geweldig. En deze kan hij al bijna aan. Misschien kan hij deze al aan. Ik moet gewoon proberen. Dat is dan deze blouse. Waar ik ook heel blij mee ben. Dit heeft echt zo'n lekker materiaal. Het zachte. En deze was ook maar €6. Vervolgens heb ik ook doos gehaald bij de Kruidvat. En ja, dit is eigenlijk niet heel interessant, denk ik. Ik heb hier namelijk allemaal Zwitser producten gehaald. En er was wel één ding dat ik aan jullie wil laten zien. En dat is deze. Dat zijn deze geurstokjes van Zwitser. Voordat Genoa geboren was, hadden we deze in zijn kamer gedaan. Vlak na het verven, want ik vond gewoon dat die kamer naar verf rook. En die kamer had ik inmiddels al een week gelucht. Toen was het echt hartje zomer. Toen was het nog echt best wel warm. En die geur ging maar niet weg. Nou, vervolgens heb ik deze maar neergezet. En die kamer rook binnen 2 dagen naar Zwitser. Zonder grap. Dit ruikt zo lekker. Wat betaal je hiervoor normaal? Zijn deze volgens mij €10. Ik had er €5 voor betaald. Dat was pakket nummer 1. En dan heb ik hier nog een laatste pakket. Deze komt van de Wekamp. Oh ja. Daar heb ik deze Philips Avent zo'n thermostaatkan, geloof ik. En deze is echt heel fijn. Ja, laat eventjes hier zo zien wat het allemaal kan. Kijk hoor, je krijgt dus 2 van die bekers mee. Dus zo in en zo in. Nou, dan zit hier dus heet water in. Kan je hier dus je flesje in doen, zoals je ziet op deze foto. Kan je gewoon lekker je flesje in doen. En dan zet je het gewoon naast je neer. En dan staat dat het dan binnen 2 minuten... Nee, klaar in 2,5 minuut.
Je kan nog zelfs een deksel erop doen. Zodat je het gewoon eventjes, als je in de auto bent, kan je het gewoon ergens neerzetten. En na 2,5 minuut is je flesje precies goed warm. Dus ik denk dat ik hier ook heel erg blij mee ga zijn. Maar dat laat ik zeker nog wel weten. En ik heb ook 2 van deze bewaarbakjes gehaald. Want ik heb van Helene echt super lief een hele handige keukenmachine gekregen. Ze had alleen geen bewaarbakjes erbij gehaald. Dus die heb ik er zelf eventjes bij gekocht. Switzo had trouwens 40% korting op de gehele collectie. En Avent Philips had volgens mij 20% korting. Dus deze was van 30 euro naar 25 euro. En deze bakjes zijn normaliter 10 euro. En dan zitten er 2 bakjes in. En nu had ik er dan 8 euro voor betaald. En oh my god, mijn bank is 1 ravage. Maar goed. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker geen blauwe duimpjes omhoog achter te laten. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je heel snel weer. Doei doeg!